De Charles Gullitschool start op 1 oktober met een nieuwe middelbare opleiding zakelijke dienstverlening. In het kader hiervan heeft de school zaterdag een open dag gehouden en de Gullitschool is een lager beroepsonderwijs LBO-school. Volgens Mariska Lagenhorst, directeur van de school, wordt het onderwijs binnen de EBGS verhoogd en wel met een middelbare opleiding. De open dag had daarom onder andere als doel de belangstelling voor deze opleiding op te wekken. De bedoeling van deze open dag is om jongeren te informeren over onze nieuwe mbo-opleiding, zakelijke dienstverlening. Dat is dus de bedoeling, om ze te interesseren natuurlijk, om op deze nieuwe opleiding zich in te schrijven. Vandaag is dus de aanmelding met informatie. We hebben simulatielokalen waarbij we onze nieuwe vakken promoten. Banvaardigheid en LIFO. En we hebben ook een bedrijf hier zo, die dus informatie gaat verstrekken. De school heeft ervoor gekozen een mbo-opleiding te starten, omdat het aantal leerlingen dat zich op het lbo inschrijft drastisch is afgenomen. Lagenhorst verwacht dat met de nieuwe opleiding de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau wordt gebracht. De EBGS geeft al decennia lang christelijke vorming aan jonge burgers en vooral op GLO en VOJ niveau. Dus voor ons was het een kans, een gelegenheid om ook een eigen middelbare school op te zetten. En vandaar dus het initiatief om de middelbare school MBO zakelijke dienstverlening te starten per 1 oktober. We verwachten dat we onderwijs, kwaliteit onderwijs aanbieden. We verwachten dat leerlingen zich komen inschrijven en genieten van wat we te bieden hebben. Dat verwachten we. En dat ze hard hun best doen, zich inzetten en dat we aan het eind goede resultaten mogen verwachten van de leerlingen. Mariska Lagenhorst, directeur van de Charles Gullitschool. Zij sprak zaterdag tijdens de open dag over de middelbare opleiding zakelijke dienstverlening die op 1 oktober start.